Hallo lieve hondje. En hallo lieve kijkers. Hey, hallo en welkom. Sorry dat de intro zo raar was. We zijn er weer. We staan hier in mijn nieuwe huisje waar ik naartoe ben verhuisd, jongens. Omdat mijn kasteel nog steeds over is genomen door de duistere professor genaamd Frederik. Ik ben van een kasteel naar een klein huisje gegaan. Maar ik heb wel een grote lieve vriend erbij genaamd Abraham. En er is iets mis met hem. Hij kijkt altijd schuin en hij knikt altijd ja. Ik denk dat hij een soort... Ja, hij heeft een probleem, denk ik, met zijn hersenen of zo. Het klopt niet helemaal. Oh, mijn god, er staat een Enderman hier. Wat doe jij in mijn huis? Weet je, je mag blijven staan. Ik vind het prima. Laten wij even de brievenbus checken of we wat... Oh, je bestelling ligt... Er lag serieus wat in de brievenbus. Ik wou het als grap zeggen van... Ik ben eenzaam, er komt nooit een brief thuis. Maar dat is niet zo, er ligt wel duidelijk wat in de brievenbus. Dus wij gaan zo meteen even naar de bootwinkel om mijn nieuwe tools ophalen. Want ik heb vorige aflevering heb ik tools besteld. En die zullen dan wel binnen zijn. Voordat we dat gaan doen. Een keertje twee gifs, je mag kiezen. Dit is de abonneergif. En dit is de like gif. Kies er nu eentje en laat weten in de reacties welke je leuker vond. Like jij of abonneer je? Maar goed, we zijn weer wedergekeerd in mijn Minecraft Survival, oftewel Content Veen. En we gaan weer een paar taakjes uitvoeren die ik vandaag even lekker wil doen. Zoals de bestelling ophalen. Oh, er is ook een bestelling voor Noah. Oh mijn god, wat heeft Noah een grote bestelling gedaan? Oh my days. En dan kom ik aan met mijn kleine poepbestelling hier. Hé, hey, ik heb er een shield bij gekregen. Huh? Dat had ik niet besteld, maar ik vind het leuk. Fortune Cookie heet die en Scoop Dog. Oké, okay, dan doen we de bestelling ligt klaar in de winkel terug. Dan nemen we een cadeautje en een redemption nemen we mee. Beste gewone burger. Ja, ik ben geen koning meer, helaas. Je bent een van onze vaste klanten en dit willen we graag waarderen met een cadeautje. We hebben een limited edition shield voor jou laten maken bij Ben's Banners. We hopen dat je hier blij mee bent. Yeah! Woehoe! Hier ben ik zeker blij mee. Wat een leuk cadeautje. Laten we dan ook 20 diamonds. Gadverdamme, het is duur. Die arrows die mogen ze houden en de red dye ook. Dan heb ik mijn bestelling ligt klaar in de winkel terug erin gedaan. Dan gaan we heel even langs de bank even iets meer dan 20 diamonds halen. Oeh, dan heb ik nog maar een stack en 3 diamonds. Ik begin wel langzaam weer een beetje arm te worden. Laten we die 3 dan ook maar meenemen. Maar zeg ik terwijl ik arm word, laten we maar meer betalen. Kijk, dat is wat een goede gewone burger doet. Stoppen wij de 23 diamonds hierin. Althans, de 3 doen we los zo als dit. Dan weten ze dat dat ook extra is, weet je. Nou, die doe ik hier trouwens. En dan heb ik gewoon mijn nieuwe tools. Oh, wat fijn, jongens. Ik heb een reserve schep en een reserve pickaxe heb ik laten maken. De schep is 1-op-1 hetzelfde als die ik al had qua enchantments. Maar de pickaxe daarentegen, die heeft geen silk touch, maar gewoon fortune. Dan heb ik ook een keer een pickaxe naast de... Oh, ik dacht dat ik een andere pickaxe had, maar die is stuk. Laat maar. Dan heb ik in ieder geval een pickaxe met fortune. Dus als ik dan een keertje bijvoorbeeld kool zo moet hakken of weet ik veel wat, kan dat gewoon met een andere pickaxe. Laten we die in de ender chest stoppen en de reserve pickaxe ook in de ender chest stoppen. Oh, en de shield. De shield doen we ook in de ender chest. Bij mijn zwaard, zo. Kijk. Jemig, wat ben ik alweer een goede Minecraft. Wat is het? Trouwens best een lijp shield. Hij ziet er echt cool uit. Nou, dus ik wil dan even de toetertovenaar inruilen voor de scoopdolk. Zo, even tijdelijk. Vind ik wel leuk. Oh, en de bodybotser. Laten we die even repareren. Dan ga ik jullie een keer meenemen op mijn repareeravontuur. Maar daarvoor moet ik in de end zijn. Hoppakee, want dan komen we hier gelijk uit. En dit is namelijk de Enderman farm die Maurits ooit heeft gemaakt. En die wordt nu altijd door mij, door Floor en door René en weet ik voor wie hem allemaal wil gebruiken, wordt die gebruikt. Kijk, dat. Een grote chaos aan Endermans. En op een gegeven moment wordt het er zoveel dat het geluid ook een beetje vervelend wordt. En oh, dat is nu eigenlijk al vervelend. En op een gegeven moment gaan ze ook dood omdat het te veel zijn. Maar ik kan het nog vervelender maken door ze te gaan slaan. Ons de beurt. Tot mijn pickaxe weer heel is. En hij is inmiddels bijna vol. Ik denk echt letterlijk nog... Ja, hij is vol. There you go. Dan kunnen we die terugstoppen hierin. Oh, ja. Ik ga je weg. De herrie is te erg. Kijk, en dan hebben we gewoon weer een volle pickaxe. Dan dumpen we die enderpearls even gewoon in de void. En dan kunnen we weer terug naar huis vliegen. Nou, wat een leuk avontuur weer, hè? Shoespoonend! En dan zijn we nu op het punt aangekomen waar ik weer een beetje progressie wil maken aan het nieuwe gebied, jongens. Dat wil ik elke aflevering op zijn minst 1 keer doen, zodat het een beetje opschiet natuurlijk. Want we zijn inmiddels, ja, een week verder, denk ik, sinds dat we hiermee zijn begonnen. Is het een week? Is het een week geleden dat ik hier aan ben begonnen? Ik weet het niet eens meer. In ieder geval... Die kant daar is nu ver genoeg uitgehakt, zoals je hier kan zien. Nog niet. Dit moet eigenlijk nog een beetje verder, maar niet heel veel verder volgens mij. Maar wel helaas gewoon echt daadwerkelijk een beetje. Ik wil hem namelijk redelijk symmetrisch hebben, deze kant, en vergelijkbaar met deze kant. Dus wat ik moet doen, is dat muurtje daar even doortrekken. Dan moet die 3 naar binnen, of 4, wat is het? En dan dit muurtje hier ook doortrekken, of niet. In ieder geval, dat muurtje moet doorlopen. Dus hoe dat eruit zou zien, zou zijn, dat zou in het water hier terechtkomen. 1, 2, 3. En dan zijn hier moet een heel paaltje komen. Vanaf de bodem. Vanaf hier. En dit paaltje loopt dan helemaal omhoog natuurlijk. En jezus, het is eigenlijk hoog hier, hè? Oh my days. Kijk, zo. Tonk, tonk,
Tonk. Tonk. Tonk, tonk, tonk. Zo. En dan moet dit nog 2 keer gebeuren. En dan kunnen we beslissen hoeveel van de berg nog weg moet. Nou, laten we deze 2 paaltjes dan ook maar even omhoog brengen. Zou oneerlijk zijn als zij zo laag moesten blijven. Dan moet... Even kijken. Ja, hij gaat eentje naar binnen. Dus dat betekent dat hij hier... Moet hij ook helemaal weggehakt worden om dan alvast het paaltje te plaatsen. Ah, ik viel. Ik ga natuurlijk niet overbodig dingen weghakken. Want het kost zo belachelijk veel tijd om die berg weg te hakken. Dus ik wil het zo efficiënt mogelijk voor mezelf maken. Want alles achter deze muur hier, dit bijvoorbeeld, dat hoeft allemaal niet weggehakt te worden. En imagine dat ik dat wel zou doen. Het is gewoon zonde van mijn tijd. Zo, laten we dit dan ook heel eventjes makkelijk weghalen. Zoals dit. Kijk. Hoppakee. En dan het ding nu is, dan moet hij nog 3 hierheen. Want hier moet de volgende paal komen. Volgens mij hier. Nee, dat heb ik fout. Hier. Zo. Kijk, ja, daar. En dan kunnen we dit alles maar... Dus 1, 2, 3, 4, 5 lagen moeten nog weggehaald worden hier. Oh, dat is echt veel. 5 lagen helemaal naar beneden. Helemaal omhoog. Ah! Gelukkig ging dat voor jullie heel snel natuurlijk, deze prachtige timelapse. Er is heel veel gebeurd. Het ziet er misschien niet uit als heel veel, maar het kostte heel veel tijd en heel veel moeite en heel veel breincellen om wederom, net zoals vorige aflevering, zo belachelijk veel steen weg te hakken. Het is echt... Maar goed, het is gelukt. Ik heb zelfs dit een beetje door laten lopen en toen kwam ik echt met het briljant idee, jongens. Ik heb jullie wel verteld over het treinspoor dat ik wil maken, maar nu heb ik zelfs een locatie bedacht. Wat nou als we hier ongeveer uit... Nou, laten we zeggen... Oeh, dat is perfect trouwens. Uit die middelste hier, daar hebben we 1, 2... 1, 2 en hetzelfde aan de andere kant. En dus vanuit die een groot treinspoor laten lopen dat misschien rechtstreeks zo loopt of een beetje rond. Ik denk rechtstreeks. Gewoon in een rechte lijn die kant op loopt. En dan daar er ook weer in gaat. Dan daar ook mines zijn. Hoe cool is dat? En dat hij dan zeg maar niet over de grond gaat, maar juist op hoge pilaren staat. Oh, ik zie het al helemaal voor me, jongens. Ik zie het al helemaal voor me. Spanning! En wat ik dan met het achterste gebied daar... Heb ik een beetje twijfels. Ik twijfel om dit of een iets hoger te brengen. Dat het iets, ja, een beetje meer diepte heeft. Want ik vind wat hier nu staat wel heel... Maar dan ook echt heel plat is. En ik weet niet of ik dat platte wel heel leuk vind. Dus ik twijfel om dan daar gewoon misschien tot ongeveer die hoogte... Of tot de helft daar gewoon hier... Precies de helft zou het clean zijn. Gewoon palen te maken en dan daar misschien huisjes op te kunnen bouwen en zo. En dan dat het daar ook de grot in loopt. En dan is het iets minder plat. Ik denk dat... Ja, ik ga dat gewoon doen. Ik ga dat gewoon doen, weet je. Jullie stikken er maar in als kijkers als je het er niet mee eens bent. Dat is niet waar. Even stik alsjeblieft niet. Dan kan je mijn video's niet meer kijken. En het regent en ik word er helemaal gek van, maar het is niet nacht, dus ik kan niet slapen. Dus ik moet maar gewoon accepteren dat ik voortaan in een regenachtig leven leef. En dan wil ik het door de diepte te creëren, wil ik het zo doen. Dus zeg maar een soort hoekje te creëren hier. Nou, laten we even kijken hoor, of dit leuk gaat zijn. Oké, ik kom er nu al achter dat het midden natuurlijk 2 breed is. Maar dat wist ik eigenlijk al een soort van. Alleen wat we dan kunnen doen is het midden gewoon zo breed houden, juist zoals dit. En dan even denken, wil ik het zo plat hebben of willen we dan nu eigenlijk diepte? Ik denk dat ik er dan wat diepte nu in kan creëren. Dus misschien een beetje zo gaan denken. Zo. Ik denk dat dit wel cool is. Kijk, dan loopt het in het midden, loopt het iets boller naar voren, weet je? Waardoor je een soort ronding krijgt. Dat is wel cool. Maar nu klopt er weer geen reet van, volgens mij. Of wel? Oh, die beacon, die verwart me een beetje. Die beacon staat niet in het midden. Maar dit is wel in het midden. Let niet op de beacon. De beacon is een spion of zo. Geen idee. Roleplay. Oké, dan gaan we dit tot iets over de helft van dit brengen. 1, 2, 3, 4, 5 misschien. Zou dat clean zijn? Oh, 5 is trouwens wel in één keer clean. En dan gaan we elk paaltje die ik zojuist geplaatst heb, gaan we even tot dezelfde hoogte brengen. En dan kunnen we denk ik gaan beginnen met paden maken. En zelfs eventjes kijken naar trappen. Want ik moet natuurlijk wel gewoon, stel ik ben hier zonder Elytra. Moet ik hier natuurlijk ook gewoon weg kunnen komen zonder via de dam te zwemmen. Jongens, wisten jullie dat ik tegenwoordig ook gewoon YouTube Shorts upload? Ja, ik ben een YouTube Shorter geworden in plaats van normale YouTuber. Dat is geen woord. Nee, ik weet niet. Ik vond het gewoon leuk. Ik dacht, ik ga ook een keertje shorts proberen. Ik zie iedereen het doen. En ik moet wel een beetje hip blijven natuurlijk. Ik moet een beetje bij de trend blijven. Niet achterblijven als een of andere boomer. Wat wel weg mag blijven of achter mag blijven is de regen. Ik zou het heel lekker vinden als de regen gewoon stopt en het zonnetje weer gaat schijnen. Oké, de palen zijn gemaakt. Wat we dan nu kunnen doen is gewoon simpel dit, denk ik. Ja, is dit dan hoog genoeg, is de vraag.
Ik denk het wel, hè? Want kijk, hoe dit er dan uit gaat zien is net zoals de rest natuurlijk. Gewoon het simpele concept dat we hebben. Maar, oppassen. Maar, is dit... Oeh, ja, dat is wel clean. Ik denk als ik het namelijk nog hoger doe, dat het dan net zo hoog als dat gaat zijn. En nu kunnen we juist daar een beetje leuke speling maken. Maar het moet wel eentje hoger nog. Toch nog eentje hoger. Oh, de regen is gestopt. Wat lekker. Wat fijn. Nu ben ik gewoon droog. Twee hoger. We doen eens een keer gek. Dan doen we al deze leuke, simpele detailtjes ertussen. Die we eigenlijk bij elke keer, wat is het, muur bouwen. Maar moet een beetje consistent blijven, hè, het leven. Doe maar normaal, want je bent al gek genoeg. Dat is niet waar trouwens, dat is een leugen. Hele demotiverende speeches hier. Oh, moet ik eigenlijk dit gras hier moet allemaal even weg en moet één laagje hoger. Het moet namelijk allemaal op deze laag zien te komen nu. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Extra werk, leuk. Oké, als dit gedeelte dan af is, eventjes, althans die pilaartjes, dan ga ik even kijken hoe het eruit ziet. Moet ik alleen daar nog even die slabs toevoegen? Dan ben ik benieuwd hoe het eruit ziet. Dan ga ik dit redden. Nee, ik red het niet. En het ziet er... Oh, ja, dat is clean, hè? Omdat het vooral daar wat dikker loopt in een soort ronding, dat het niet helemaal recht is, als het ware. Oeh, oké. En daar in het midden een trap dan natuurlijk, denk ik. Of niet? Of misschien dat het daar juist dan gewoon doorloopt en dat de trappen dan aan de zijkanten zitten. Ik wil niet een hele grote trap hebben, aangezien ik hier nog steeds een houten treinspoor wil hebben dat er in het midden wel langs loopt. Oeh, gaat het nog wel mooi zijn nu daar een treinspoor? Ik weet het niet. Het is moeilijk. Wat een moeilijke keuzes allemaal. Nee, laat ik wel gewoon in het midden de trap maken. Dat is wel cool. Die trap gaan we dan ook gelijk eventjes in elkaar zetten met drie verschillende soorten steenblokken. Maar vanaf waar? Vanaf hier misschien? Dat hij ietsjes uitsteekt. Ja, dat kan wel, hè? Oké, dan beginnen we even gewoon met steen. Oeh, wat vreselijk. Gewoon een rechte trap zoals dit. Oeh, dat is... Zo, dan hebben we in ieder geval een netjes trappetje gemaakt. Redelijk. Ja, het is op zich wel netjes, toch? Ja, het kan altijd mooier, maar het hoeft... Ja, het moet altijd mooier. We gaan hem gelijk mooi maken. Zo, dat ziet er al even wat beter uit. Dat er gewoon meerdere blokken in zitten. En dat de zijkant ook een beetje netjes is afgewekt, zoals dit. Dan ploppen we hieronder ook overal nog even een stertje zoals dit. Wat een heerlijke progressieaflevering hebben we vandaag weer, jongens. Ik onder het veen. Gewoon lekker weer een beetje veel doen aan dit gebied hier. Want dan moet het gewoon lekker af zijn binnenkort. Of af zijn dat we gewoon huizen kunnen bouwen. En dat mensen hier ook kunnen leven. Daar heb ik gewoon zin in. Dat er hier gewoon geleefd kan worden. Of gewerkt vooral, weet ik veel. Het is natuurlijk echt een werkgebied wat er gaat komen. Nou, laten we het nu maar even opvullen met gras. Yeah! Een dubbel laagje gras, want hieronder zit ook al gras. Wat een ongelooflijk saaie taak blijft het toch om dingen op te vullen. Echt zo'n hersenloos klik, 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 klik. Maar daarentegen... Heel Minecraft. Is klik, 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 klik. Dus ben ik dan hersenloos. Nou, we zijn over de helft. Nog eventjes doorklikken. En dan kunnen we verder. En boom! Hoppakee. Oh, wat is blij. Ben ik blij dat ik hiermee klaar ben, hè? Want nu kunnen we naar een veel leuker taakje. Oh, wacht. Het is net zo saai. Dan moet ik deze gaten hier opvullen met cobblestone en normaalsteen. Leuk. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik het wel even oplichten. Want ik zie nu al dat hier gewoon een zombie spant. En ik heb geen zin dat ik zo meteen alleen maar zombiegeluiden en weet ik wat voor andere rare wezengeluiden hoor. Zoals een spin. Is dit goed belicht hier nu? Ah, ga weg. Ik zie daar nog het donker iets. Zo, kijk. Ik denk dat ik trouwens nog meer moet belichten. Want zometeen als dit allemaal dichtgebouwd is, gok ik dat het hier nog donkerder is dan dat het nu is. Zo, nou, laten we maar eens beginnen. Zo, dat is de eerste helft. Die ziet er dan ook als het goed is gewoon... Ik ga het zeggen, ik krijg dat blokje niet. Ja, dit ziet er netjes uit. Hier ben ik blij mee. Goed resultaat. Nu de andere helft nog. Zo, nou, dat zijn allebei de kanten als het goed is gewoon gedaan. Even weer van een afstandje kijken hoe het eruit ziet. En het ziet er natuurlijk... Oh, zo, wat een toevoeging, hé. Oh mijn god, wat een goede toevoeging is dit geweest... om daar te bouwen. Dat maakt het zoveel minder plat dat het daar... Het was daar zo plat. Als ik het nu zo zie ook gewoon, het ziet er echt netjes uit. Sowieso is dit... Oh mijn god, ik was het helemaal vergeten. Oh, ik denk niet dat ik hier moet gaan staan. Dat is natuurlijk iets wat Frederik allemaal aan het doen is. Ik wou even aan de zijkant bekijken, maar ik denk dat ik wel gewoon beneden ga staan. Hier. Oh, het ziet er zo goed uit allemaal hier al, hè. Wat een mooi gebied is dit aan het worden. Damn. Alleen die berg is nog zoveel werk om dat goed te krijgen, hè. Hij is natuurlijk nu gewoon plat weggehakt. Maar ja, ik moet nu... Ja. Het is zo moeilijk. In principe, dit hier is klaar qua terraforming, weet je. Qua infrastructuur en zo. Nu kunnen er gewoon paden gemaakt worden. Kan er letterlijk gebouwd worden en zo. Alleen hier nog niet. Dit moet wel allemaal nog net zoals dit netjes worden. Niet plat, maar hier moeten bijvoorbeeld nu gewoon lagen komen. Dieptes erin, grotten. Het moet in plaats van plat, moet het een beetje net zoals een cliff naar beneden lopen. Gewoon letterlijk zoals dit hier. Zoals dit muurtje. Dit ziet er wel mooi uit natuurlijk. Maar ja, dat moet daar ook nog allemaal gebeuren. Alleen dan 100 miljoen keer zo groot. En 100 miljoen keer zo moeilijk. Dus daarom ook nog eens voor die moeite. Jongens, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren, want ik zou het echt waarderen.
En dat rijmt. Zelfs ik rijm zelfs voor jullie. Ga 5000 likes. Maar goed jongens, dan nu is het tijd om wat anders te doen. Zoals jullie weten is mijn kasteel natuurlijk overgenomen door Frederik. Dat heb ik al meerdere keren gezegd inmiddels. En kijk, je ziet daar al die bewakers staan in het kasteel. En ze staan daar altijd maar gewoon te staan. Echt letterlijk al buiten mijn opname. Soms ga ik af en toe even kijken. En dan staan ze er maar gewoon. En als het goed is, ja kijk, daar hebben we Frank. Frank en het, ja, de vervloekte Frank of zo. Ik wil niet dat hij mij ziet. Dat vind ik heel eng. Ik vind hem namelijk echt niet chill. Maar ik wil even een geheime route in het kasteel creëren voor mezelf, weet je. Want ik wil niet via alle andere ingangen gaan. Want volgens mij is zo goed als alles afgesloten. Laten we bijvoorbeeld even gewoon snel hierheen gaan. Ja, kijk hier. Letterlijk afgesloten. Zie je in mijn kasteel. En dit ook allemaal. En ja, ik kan er wel onderdoor of nou onderdoor. Ik kan het wel slopen en er doorheen gaan natuurlijk. Maar ik denk dat die dingen gewoon goed bewaakt worden. Dus ik ga ook zo snel mogelijk weer weg. Ik gok dat het allemaal goed bewaakt wordt. Daar komt hij jongens, mijn big brain. Ik weet dat hierachter, achter deze muur... Ik weet niet meer precies hoe hoog dat zit. Hier ergens trouwens gewoon. Ik weet niet hoe hoog. Maar daar zit een geheime doorgang. Nu al. Die heb ik al echt 100 miljoen afleveringen geleden gebouwd. Naar de kelder van mijn kasteel. Want dan liep hier natuurlijk ooit een muur zo. Die liep helemaal daarin naar dat hoekje. Dus laten we even kijken of we bepaalde blokken hiervoor kunnen regelen. Wacht, laat ik trouwens gewoon ladders maken. Ik moet alleen even uitvinden op welke hoogte dat zat. Als ik hier gewoon in het midden de ladders plaats. Ik gok hier. Oeh, eentje hoger volgens mij. Hier. Ja, kijk jongens, hier. Zo. Hier zit een geheime doorgang al. Geheime tunnel eigenlijk gewoon naar mijn kasteel. En oh mijn god, dat heeft hij ook afgesloten. Dat meen je. Dat meen je. Heeft hij dit afgesloten? Nee. Hoe dan? Dit is allemaal oud dit. Hier komt nooit iemand komt hier nog. Hoe heeft hij dit afgesloten? Hij wist dat ik hier dus mogelijk heen kon gaan. Oh mijn god, die Frederik. Wat is hij slim. Dan kunnen we dit weghalen. Wauw, oké. Okay. Dan moeten we even wat anders bedenken. Wat nou als we via de Fredgrot, die hier natuurlijk zit, een geheime doorgang maken. Wacht, gaan we er even heen. Hier naar de grot van Fred, zo. Daar hebben we natuurlijk ook de... ja, hier heb je hem. De assistent van Content Veen. De persoonlijke Content Veen assistent. Maar die laten we heel even met rust vandaag. We gaan even kijken, hoor. Kijk, als ik namelijk hier gewoon doorheen hak, dan kom ik onder de troonzaal uit. En dan moet ik even stil zijn. Kijk, wat een bandit hier is. Dat heb ik natuurlijk allemaal zelf gemaakt. Dit zien jullie nooit. Maar dit is onder de troonzaal. Kijk, hier. Dit is letterlijk het hoofdpad en zo. Even kijken hoor, is er een geheime doorgang die ik nu kan maken voor mezelf? Oké, jongens, ik ga gewoon een geheime tunnel maken die niet gespot kan worden. Zodat we op die manier vanuit de Fredgrot in kunnen breken in mijn eigen kasteel. En dan kunnen we een keertje bespioneren of misschien een vluchtroute maken of weet ik veel wat allemaal. Want ik wil gewoon mijn kasteel terug. Ik ben zat om in dat ene kleine huisje te wonen. En ik heb al een idee hoe ik dit ga doen. Ik snap sowieso niet waarom ik dit nooit eerder heb gemaakt. Ik bedoel, de kans dat er altijd zoiets zou gebeuren was best groot. En toch heb ik het nooit eerder gedaan. Oké, dan nu eventjes ook lanterns maken. Hoe even licht toevoegen of zo. Zo, dan is het in ieder geval licht. Dan even een plafonnetje erin. Kijk jongens, ik heb best wel een slim plan bedacht. Ik ben nu hier aangekomen. En dan hier ga ik ladders omhoog maken, zo. Kijk, en dan vanaf hier, als het goed is, als ik deze openklap. Ja, nu kan ik in ieder geval gewoon hier bespioneren. Oh, damn. Dit is serieus lijp. Om vanaf hier nu gewoon te kunnen bespioneren. Kunnen altijd die kant op kijken of we iets gaan zien, weet je. En kijk, zoals jullie kunnen zien, het zit hier gewoon in mijn muur met de boekenkast en weet ik veel wat allemaal. Best wel een lijpe plek. Maar naast bespioneren wil ik eigenlijk ook wel gewoon naar binnen kunnen komen. Op een plek waar hij het niet verwacht. En dat is dit dan misschien. Ik ben al lang blij dat we Frederik niet tegenkomen. Laat ik die even dicht doen, zo. Oké, dan weet je wat, jongens? Het is aan jullie om te bepalen. Laat nu even in de reacties weten. Moet ik hier een doorgang van maken? Of alleen een bespioneerplek, zodat ik gewoon zo naar binnen kan bespioneren. Kijken wat er gaande is. Kijk, we kunnen hier nu wel weer weg. Gewoon zo, want dat was in de woonkamer van mijn kasteel. Dan neem ik even deze blokken hier. Die plaatsen we dan terug op deze manier. Dat ik alleen altijd die twee hoef te slopen. Alleen deze twee slopen, hoppakee. En dan weet ik genoeg, dan kan ik door naar mijn geheime doorgang. Mijn geheime tunnel onder het kasteel. Hoe lijp is dat? Zijn er al nieuwe banners in Florida? Oeh, er zijn nieuwe. Ik vind, ja, nou, die vind ik zo best van die is. Die was er vorige keer ook al. Die is best wel cute. Die wolf hier is cool. Dit lijkt wel op een soort kattenpootje of zo. Er zitten wel hele coole tussen, hoor. Tussen de banners die Floor verkoopt. Of die Ben, sorry, Ben. Ja, Max, je noemt me de hele tijd Floor, maar mijn naam is Ben. Het is Ben's Banner Shop. Onthoud dit nou eens gewoon. Hoe is het met Kwak? Ik ga even bij Kwak kijken, hoor. Wow! Wat is hier allemaal gebeurd? Spetter de dolfijn? Die is er niet eens. Ze hebben niet eens een dolfijn waren Spetter. Ik was echt, ik ben nu achter het huisje van Rick en Noah. Maar ik wil even kijken hoe het met Kwak is, maar... Huh? Kwak heeft echt... De toren is gewoon... Jeumig, wat is hier allemaal gebeurd? Huh? Wacht, we gaan eerst helemaal omhoog. Oké, dit gaat best ver. Kom je op de muur terecht, maar je kan nog hoger. En dat is dan in de toren, oké.
Oké. Ik wist niet dat Noah en Rick gewoon een heel, ja, het verblijf van Kwak hebben afgemaakt. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar is Kwak? Gerard de Geit, die woont hier. Maar die is er ook niet. Ik zie geen Gerard de Geit, sorry. Ik weet niet wat zij voor denkbeeldige dieren allemaal hebben, maar een missende dolfijn en een geit zegt me niet dat Kwak ook vermist is. Kwak het varken. Oh, daar ben je, Kwak. Daar ben je. Hoe is het, Kwak? Wat heb jij een lijp verblijf gekregen? Je hebt carrots hier die je kapot... Je gaat zelfs op je troon zitten. Ik zal voor je buigen. Heilige Kwak. Heilige Kwak. Klinkt heel vies. Damn, wat heb jij een cool verblijf, hé. Rick en Noah, jullie zorgen goed voor Kwak. Jullie zorgen echt goed. Jullie zorgen echt goed voor dit beestje. Oprecht. Alleen jammer dat Spetter de doffe... Oh, maar die... Nu snap ik het. Die moeten ze natuurlijk nog kopen in de winkel van Justin. Dus ze hebben al reserveringen gemaakt voor de plekjes natuurlijk in een huis. Gewoon locaties waar ze kunnen wonen. Maar Justin verkoopt alleen geen geit. Maar wel dolfijnen. Dus één van deze dolfijnen gaat van Rick en Noah zijn. En die gaat Spetter eten. Nou, dan even weer heel wat anders. Dan moeten wij heel even voor de stad uitvliegen. Ik heb namelijk gehoord dat Justin een nieuwe... Wat is het? Stal heeft gemaakt of zo. Die wil ik even checken. En we hebben een nieuwe bewoner in Content Veen. En dan gaan we even naartoe vliegen. Althans naar zijn basis. Waar hij zijn basis wil bouwen. Om te kijken wie dat is en hoe dat eruit ziet. Maar eerst zijn we aangekomen bij Justin zijn plekje. En dat is natuurlijk de mooie brug. En kijk, daar hebben we hem al, hoor. De stal. Er is wat nieuws gebouwd. Zelfs met een pad en al. Even kijken, hoor. Wat is dit? Oh, kijk. Hier heeft Justin waarschijnlijk de dier. Oh, dit is gewoon een simpele dierenfarm. Ah, dat ziet er leuk uit. Wee, het zou ook eens heel vervelend zijn. En gewoon alle schapen van Justin reproduceren. En de koeien. En, oh mijn god, er is maar één zielig varken. Zo, Justin, geen probleem. Het hoofd van Julian is hier. Oh mijn god, die ga ik terugstelen. Dit hoofd, jongens. Dit simpele hoofd. Heb ik ooit onthoofd van Julian? Oh my days. Ik wil hem terugstelen. Dit was ooit een waarschuwing. Dat is ook echt al 20 afleveringen geleden of zo. Als het niet langer is. Sorry, Justin. Ik heb heel even je NHS nodig. Zo, ik heb even wat vuurwerk namelijk. Het is mijn eigen vuurwerk hoor, jongens. Het is de NHS natuurlijk. En als het goed is, is het dan deze kant op vliegen naar het nieuwe... Ja, de nieuwe koning. De nieuwe weet ik voor wat het is, hoe hij zichzelf noemt. Hij is niet online. Maar we kunnen wel even kijken naar zijn plekje. Ik hoop dat ik de goede kant op vlieg. Ik ben gewoon op gevoel aan het vliegen. Volgens mij is dit het. Is dit het? Oh mijn god, er is een reet gaan hier. Huh? Is hier serieus? Oh mijn god, die is er. Oh mijn god, wat zijn... Daar hebben we geen zin in. Ga weg. Doei. Waarom is hier een reet gaande? Wat is dit? Wat random. Oké, in ieder geval, dit is de locatie waar hij als... Kijk, ja, hier staan zijn kistjes. Even kijken hoor. Nou, hij heeft op zich al wat goede spullen. Ik ga de bel voor hem plaatsen hier zo. Dan weet hij dat ik ga een bordje plaatsen dat ik hier geweest ben. Zo, mooie basis. Walnoot. Hij heeft nog niet glow insects. Oh, jawel, dat heeft hij wel. Heeft hij ook al dye? Weet je, ik ga één van die gebruiken. Nou, hij heeft nog geen dye, volgens mij. Of ik ben blind. Ah, hij heeft blue dye. Hier, kijk. Hoppakee. Zo. Oh, nu kan ik het bijna niet lezen. Niet blue dye. Undo. Ah, we zijn nu doomed. Het moet... Oh nee, wacht. Kijk. Oh, ja, doen we zo. Doen we zo. En het is gewoon weer wit. Maar in ieder geval, de persoon die hier gaat wonen, jongens, is Robin. Robin is terug op Content Veen en hij gaat een nieuw begin leven. Een nieuw leven leiden hier. Bij dit gedeelte. En dan denk je, wat is dit voor lelijke plek? Weet je, maar als we even van een afstandje gaan kijken. Boom! Kijk hoe een lijpgrote berg dit is. En wat voor coole dingen hier allemaal kan. Ik ga niet zeggen wat hij gaat doen. Moet je lekker op zijn eigen kanaal. Shout out naar Jopie. Moet je dat gaan kijken? Kanaal uit Jopie. Maar hij gaat hier dus ook hele lijpe dingen bouwen en zo. Het is best wel dicht bij huis, dus dat is wel fijn. En ik ben benieuwd wat er allemaal gaat komen. Hey, Kelsey, dat ga ik meenemen. Zo, die twee zijn van mij. Nee, grap, ik gooi ze van de berg. Doei. Nee, ik ben benieuwd, Robin, wat je hier allemaal gaat bouwen. Vind het leuk dat je weer terug bent. Laten we hier over een paar afleveringen weer komen. Even te kijken wat het verschil is vergeleken met nu. En dan kijken of ik de route naar huis ook terug weet. Want ik moet natuurlijk van een heel ander punt aankomen vliegen. Maar volgens mij is het niet zo moeilijk. Kijk, als ik hier namelijk dit randje hier volg, waar kom ik dan uit? Waar ben ik? Ik heb geen idee waar ik ben. Oh, we zijn gewoon hier. Oh, ik had niet verwacht dat ik van deze kant aan zou komen vliegen. Wat een random. Ik had echt gedacht dat ik hier vandaan zou komen. Van deze kant. In plaats van waar ik nu vandaan kwam. Zo, wat fijn om weer thuis te zijn. Waar gaan we Julian plaatsen? Zal ik Julian's hoofd gewoon... Ik ga hem op Fred's huis zetten. Kijk hoe lang het duurt voordat iemand doorheeft dat Julian's hoofd hier bovenop dit huis staat. 1, 2. Zo. Wacht. Oh mijn god, dit ziet er echt top uit. Dit ziet er zo leuk uit. Gewoon het hoofdje van Julian daarop. Kijk hoe lang het duurt voordat ze het doorhebben. Nou jongens, dan hebben we weer heel veel progressie gemaakt deze aflevering. Het ziet er zo cool uit inmiddels. Zal ik ben benieuwd wat het eindresultaat gaat zijn. Ik hoop dat jullie ook een beetje hyped ervoor zijn. Heb je nou coole ideeën voor deze ruimte hier achter mij? Laat het dan even weten in de reacties. Ik lees ze allemaal. Maar dan ga ik voor nu deze aflevering afsluiten. We hebben Frederik zijn we niet tegengekomen. Daar ben ik best blij mee eventjes. Voor de rest ben ik ook niet echt andere mensen tegengekomen deze aflevering. Dat was best een eenzame aflevering. Kan gebeuren. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan nu, kijk lekker het vorige Content Veen deel. Want hierin is ook veel gebeurd. En heb je hem nou gemist, moet je hem even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date en snap je alles. En dan nu spreken laatste glaasje water. Tel 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!